bezem. Kom op de vliegen. Een echte vliegende bezem. Het is wel zwaar. Wel een heel opvallende. Het is een hele witte. Ik ga hem dadelijk even uitproberen. Het lijkt me een prachtige vorm. Ik denk, ik heb het wel eens bij heksen gezien, dat dit de voorkant is. En dan moet ik hier ergens op gaan zitten. Dan moet ik natuurlijk wel goed balanceren. Want anders gaat hij te snel omhoog of te snel naar beneden. Ik vind het wel heel erg spannend hoor. Ik denk dat deze straalaandrijving heeft. Letten jullie toch maar op. Het kan verkeerd gaan natuurlijk. Zo. Oké. Ik denk dat ik erop zit. Ja. Take your time, you're free for takeoff. Nou, vliegen maar met jou. Ja. Ik wil nog niet zo best. Ja, ik denk dat ik hem te maken heb. Yo. London US Air 95, climbing to 350 and proceeding direct to Trent. US Air 95, roger. After Trent, route direct to Dunlow. Trent, direct to Dunlow, US Air 95. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. On the left-hand side, you can see Gabouter Pietjevanhoof, I suppose. He lost his heading. Dames en heren, dit is uw gezagsvoerder. Aan de linkerkant ziet u Gabouter Pietjevanhoof. Ik hoop dat hij weer snel de juiste koers heeft gevonden. Prettige vlucht, Gabouter. Ook terug. Kijk of ik de weg terug kan vinden. Uit de bomen. Amsterdam, KLM 131, approaching level 9, heel goede avond. Ja, naar beneden. Nou. Was dat even een ervaring? Dat wil we eens een keer vaker uitproberen. Dat is een super goede vondst. Even aan de zijkant verstoppen. Want anders zien andere kabouters hem. Ja. Zo, hier tussen. Daar vinden ze hem vast niet. Ja. Nog een klein duwtje geven. Zo. Ja. Zo, hier vinden ze hem niet. Nou jongens. Ja. Dat was wel heel spannend. Hebben jullie gezien hoe snel dat ging? Ik denk wel dat hij net zo snel ging als het geluid. En dat is wel heel erg snel. Nou, tot de volgende keer dan maar weer.